bent gewoon lekker de hele dag buiten bezig. Kan al je energie hierin kwijt en je maakt de mooiste creaties van hutten. Je kunt van afval, wat later toch verbrand gaat worden, nu toch iets nieuws maken. En wat maak je dan? Nou, een hut natuurlijk! Ja, dat was een stomme vraag, want het was duidelijk te zien. Er werd druk getimmerd op het terrein van het Kivas Huttenbouwdorp in Schagen. In totaal hadden 285 kinderen een paspoort bemachtigd waarmee ze 4 dagen mochten komen timmeren. Door de coronamaatregelen was er een stuk minder plek dan normaal. De paspoorten waren dan ook in een mum van tijd uitverkocht. Wij hebben 3 weken van tevoren allebei al een kaartje. Een vriend van mij die dacht, oh ja, doen we morgen wel, oh ja, straks. En toen ging een kaartje kopen. Oh, ze zijn al op. Ik was wel wat later met inschrijven, omdat ik nog niet wist met wie ik ging. Maar uiteindelijk kwam ik bij deze jongens en werd ik toch nog heel tevreden mee. Daarnaast was er dit jaar nog een wijziging in het programma. De kinderen mochten niet in hun eigen hutten overnachten. Maar of ze dat nou zo erg vonden? Ik denk dat ik ook niet wil blijven slapen. Het is natuurlijk ook niet echt het warmste weer van het jaar. Gisteren hadden we echt heel erg regen. En ja, voor de rest ook wel redelijke regen en hard waaien. In mijn eigen bed slaap ik veel lekkerder, denk ik. Zeker. Ja. Ik zou wel willen slapen eigenlijk erin. Maar volgens mij ben je de enige. Ja. Ik zou ook wel willen slapen dan. Ja. Als het aan de kinderen en de begeleiders ligt, is er volgend jaar vast en zeker weer een huttendorp. Met nog veel meer kinderen. Want 1 ding viel vandaag wel op. Er zijn wel vooral mannen, hè? Ja. Is het ook echt het mannenwerk, vinden jullie? Nou, vrouwen zouden het ook wel kunnen. Maar mannen beter? Ja. Bouwen, meestal denken ze van, ja, het is voor mannen. Maar het kan ook best wel voor vrouwen zijn. Want... ja, maar ik vind ook gewoon dat meisjes er aan mee kunnen doen eigenlijk. Dus volgend jaar moeten meer vrouwen meedoen? Ja. Vooral, ja, meer vrouwen, ja.